Ik ben Abdelrahman Adam. Ik kom uit Sudan. Ik vlucht naar Nederland omdat Sudan niet veilig is. Ik heb bijna 5 jaar in Nederland en ik ben een sleutelpersoon. Als sleutelpersoon vind ik het is heel belangrijk om verbinding tussen de buurt te maken. Bijvoorbeeld in mijn dorp hier vind ik dat is weinig contact met de Nederlandse en nieuwkomers en mensen van buitenland achtergrond. Dan heb ik mijn vrouw met de Stichting Verbinding, Valkenhovel School en misschien de gemeente een initiatief om activiteiten bij de buurt hier te doen. We gaan doen elke week op zondag. Bijvoorbeeld creatieve activiteiten, en, samen eten, verhalenclub en ondersteunen, geven aan kinderen. Ik als sleutelpersoon probeer om help te geven aan de nieuwkomers. Die hebben veel problemen om te communiceren, maar de instanties ook. De nieuwkomers hebben problemen met het zorgsysteem om te goed te begrijpen. Ook het onderwijssysteem, wat de gemeente doet. Aan de andere hand ook de instanties hebben problemen om in een goede manier te communiceren en ook over nieuwkomers te begrijpen. Van de meeste problemen is de miscommuniceren. Een sleutelpersoon kan echt helpen in dit gebied. Sleutelpersonen zijn nieuwkomers zelf. Zij weten veel over nieuwkomers. Dus daar kunnen goede adviezen kan geven.